Ja, Fons, we spraken elkaar na de wedstrijd tegen Heerenveen. Toen zei je, nou, ik ben blij met een interland weekend. Dan kan ik weer wat meer voetbal erin slijpen met ook de nieuwe jongens. Wat hebben deze twee weken jou gebracht, wat dat betreft? Ja, we hebben toch wel veel kunnen doen. Alleen, ja, je hebt ook wel inderdaad je internationals bij ADO. We hebben natuurlijk sowieso vier spelers die waren op weg. En onderweg, moet ik zeggen. En, ja, goed, die volg je dan. En dan zie je dat Willy natuurlijk een vaste waarde is bij Ivoorkust. Gewoon twee wedstrijden heeft gespeeld. Andere jongens, zoals Johnson en Eboué, die hebben dan volledig ook meegetraind met respectievelijk Noorwegen en Nigeria. En dan hebben we nog Delano Ladan die weg was met onder 18. Maar al met al zijn dat natuurlijk ook jongens die bij ons ook vaak basis spelen. Dus dat is dan jammer dat je niet, laten we zeggen, je hele elftal compleet hebt. Maar aan de andere kant hebben we ook wel weer stappen kunnen maken, conditioneel en wat betreft de hele groep. Dus het gaat er wel steeds beter uitzien. En de laatste twee dagen hebben we nog wat tactisch kunnen doen richting morgen. Alhoewel Kanon eigenlijk pas echt vandaag weer aan is gesloten. Want die heeft dan gisteren nog, die kwam pas gisterochtend kwam die pas aan. En dus die heeft ook nog nu pas kennis gemaakt met enkele van zijn nieuwe medespelers. Dat is ook wel weer vreemd, maar toch ook wel weer het grappige ervan. Willem II, laten we het zo zeggen, de eerste drie wedstrijden werden verloren van tegenstanders waarvan je denkt, nou, dat zou eventueel mogen. Morgen is het heilige moeten. In hoeverre moet jij de druk eraf halen of juist de druk erop zetten bij je spelers? Omdat het resultaat moet komen nu. Ik heb gezegd, joh, ik zie door de week zie ik eigenlijk zoveel goede dingen. En ze kunnen echt goed voetballen. En ja, ga dat koppelen morgen aan een tomeloze inzet en aan plezier. Maar kijk vooral naar jezelf. Dan moeten wij in staat zijn om een goede wedstrijd neer te zetten daar met een resultaat. En, ja, het heeft niet zoveel zin om te praten over druk of over spanning. Tuurlijk, dat is voetbal, dat hoort erbij. En natuurlijk praten mensen over beide ploegen nog niet gewonnen. Dat is allemaal logisch. Maar ik probeer altijd een beetje verder te kijken. We zijn ook nog in opbouw. We zijn een team wat nog aan het groeien is. De puzzel moet dan in elkaar gaan vallen de komende tijd. En ik heb daar vertrouwen in, de staf ook. En daar werken we hard aan. En we proberen de jongens ook natuurlijk houvast te geven en handvatten te geven. Zodat ze uiteindelijk ook datgene kunnen laten zien, want het belangrijkste moment van de week is wel de wedstrijd. En je kan nog zoveel mooie dingen zien door de week, maar het gaat natuurlijk om dat ene moment. En dat is vaak bepalend en ik heb er vertrouwen in.